Ik ben de laatste weken heel erg bezig met Wuhan en het virus daar en de lab leak. Elke logica zegt dat het uit het lab moest komen, maar dat er een één-op-één relatie is met het virus mag niet door de lucht gaan. Die connectie had ik helemaal niet gemaakt. Nee, het kon niet bediscussieerd worden. Natuurlijk wisten ze het. We don't have clear evidence that this is an airborne infection. Dan moeten we gewoon constateren dat wij het niet zien. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Maar het antwoord op alle vragen die leven begint bij de kennis en ervaring van deskundigen als Jaap van Dissel en zijn collega's binnen en buiten het RIVM. Het hele aerosolendebat is een debat geworden van ideologie en niet van wetenschap. Het meest dramatische voorbeeld in Nederland. Ik krijg regelmatig van klokkenluiders informatie. Van mensen achter de schermen die zeggen, nou wat ik nu tegengekomen ben. En dat was een interne notitie bij het RIVM over een uitbraak in een zorginstelling. Waarvan één afdeling een ander ventilatiesysteem had dan de rest. En laat nou in dat ene deel vrijwel alle bewoners besmet zijn, 17 van de 21, waarvan er 6 zijn overleden. Er was een Rotterdamse microbioloog. Niet dat men zei van, oh wat prettig dat u onderzocht heeft. Nee, dat was het niet. Het had niet onderzocht mogen worden. Dat het niet onderzocht had mogen worden. Er was misschien geen opdracht voor. Ja. Dat is heel opmerkelijk wat u nu zegt. Hebben wij het ook het RIVM benaderd voor wederhoor, maar ze willen niet. Dat virus blijft in de lucht hangen. En als je die dan lang inademt, dan word je ziek. En wat was nou het erge? Dat was zo evident al begin april 2020. Alleen, het was de WHO die maakte bekend dat het fake news was. En doordat ze dat niet wilden onderkennen, zijn er tienduizenden onnodige slachtoffers gevallen. Ik onderbouw alles wat ik vind, zodat alles te volgen is. Ze hebben 3 dagen de school gevolgd hoe goed het gaat met CO2-gehalte. En dit is de CO2-meter. Gisteren een goede dag geweest. Ja, de ramen waren open. Wat ook leuk was, je was hem vergeten op school. Dus hij heeft in stilte gedaan en dat zie je, de hele tijd was het hetzelfde. Dag met hoe je stond. Dag Maurice, je spreekt met van LinkedIn. Voor ons is de maatstaf dat de content niet in tegenspraak mag zijn met organisaties die nu de leiding hebben in het bestrijden van die pandemie. Dat mijn bericht fake news was, dat vond ik wel een interessante. De titel daarvan is: men doet alles om ons bang te houden. Ja? Ja, dit is content die tegen onze community policy ingaat. Uit wat voor bizarre tijd we komen, dat we onze ouderen in eenzaamheid hebben laten sterven. Dat is gewoon gebeurd in dit hele coronabeleid. Dus ik zou hopen dat bij iedereen de emotie inderdaad besmettelijk is. Toen hebben heel veel wetenschappers gezegd, dit is een biowapen, dit moet stoppen. Mm-hmm. Dus dit is een soort out-of-jail-card voor de schuldvraag over het ontstaan van deze pandemie.